kantoorstudies, compleet met bankschroeven en gedetailleerde fotoreportages, wist de rally te ontcijferen hoe de sensoren van de Nintendo Wiimote werkten en hoe wij die signalen vervolgens konden gebruiken in een echt experiment. Nou, dit is vervolgens weer de basis geweest van zijn eigen onderzoek. Dit onderzoek hebben we bestudeerd hoe mensen automatisch actiemogelijkheden zien als ze naar objecten kijken, de zogenaamde affordances. En ook verschillende vervolgonderzoeken zijn inmiddels in het B-Lab, zoals het nu heet, gebaseerd op Randy's uitzoeken. Bij zijn onderzoek viel mij op dat Randy geweldig zelfstandig te werk kan gaan. Zo heeft hij de software, het softwarepakket E-Prime, waarmee je eigenlijk het experiment bouwt, heeft hij helemaal zichzelf aangeleerd. We hebben daar tegenwoordig geen cursus meer voor, maar Randy is daar moeiteloos doorheen gegaan. De afgelopen maanden heeft Randy stage gelopen bij UserBilla. Dat is een jong en hip user experience bedrijf in Amsterdam. En zij specialiseren zich in online onderzoeksmethoden, waarbij gebruikers eigenlijk thuis op eenvoudige wijze kunnen aangeven wat ze goed of minder goed vinden aan een website of een app. Nou, Randy heeft daar onderzoek gedaan naar de nieuwe trends zoals gamification en responsive webdesign. In het eindgesprek met zijn collega's daar werd mij heel duidelijk dat zij heel kritisch zijn op wie zij willen als stagiair aannemen. Maar dat Randy met zijn vriendelijke persoonlijkheid en enorme zelfstandigheid naadloos aansloot bij een organisatie. Dat wij graag horen als wij op bezoek gaan bij stagebureaus. De laatste fase van de studie beschrijven wij wel vaker als een weg van ups en downs. Er komt een hoop kijken bij het opzetten en uitvoeren.